Hallo allemaal, vandaag lees ik het boekje Olifant in de tijdmachine voor. Zo ziet de voorkant eruit. Nou, luister maar eens goed. Op een mooie zomerdag liep Olifant tevreden door zijn tuin. De bloemen bloeiden en alles stond er prachtig bij. Wat is het leven toch fijn, dacht hij. Zo mag het eeuwig duren. Kijk, daar loopt Olifant door de tuin. Ik zie de mooie bomen en mooie bloemen. Daar kwam zijn vriend Krokodil aanwandelen. Gefeliciteerd met je verjaardag, riep hij. Oh ja, dat is waar ook, zei Olifant. Ik was het bijna vergeten. Alweer een jaartje ouder, zei Krokodil hartelijk. Hoe oud ben je nu? Ik zou het niet weten, zei Olifant. En het maakt eigenlijk ook niets uit. Ik heb wat voor je meegebracht, zei Krokodil. En hij gaf het pakje aan Olifant. Zie je dat? Ze komen elkaar tegen en aan de andere kant krijgt Olifant het pakje van Krokodil. Ze namen het pakje mee naar binnen. Wat zit erin? Vroeg Olifant nieuwsgierig. Een tijdmachine, zei Krokodil. Daar kun je de tijd mee meten. Met bevende vingers maakte Olifant het pakje open. Het tikt. Wat leuk, zei hij. Ja, iedere tik is een seconde. 60 tikken is een minuut en na 60 minuten is er een uur voorbij. Olifant vond dat getik wel gezellig en hij was erg blij met het mooie geschenk. Kijk, dan zien ze samen aan tafel zitten met het pakje. En aan deze kant is het pakje nog dicht en aan deze kant is die open. En dan kan je zien dat het een tijdmachine is. Plotseling begon het apparaat te ratelen. Een vogeltje kwam tevoorschijn en riep koek, koek, 5 keer achter elkaar. Olifant was stom verbaasd. Het is 5 uur, zei Krokodil. Tijd om naar huis te gaan. De eerste dagen genoot Olifant volop van zijn cadeau. Ieder uur kwam er een vogeltje naar buiten om te zeggen hoe laat het was. Kijk, hier zie je, komt het vogeltje naar buiten en Krokodil zegt 5 keer koek, koek gezegd, het is 5 uur, ik moet naar huis. En krokodil is blij, of olifant is blij met het cadeautje. Zie je dat? 'S morgens, als de koekoek 8 maal riep, sprong olifant opgewekt uit bed. Tijd voor gymnastiek. Om 12 uur was het tijd voor een boterhammetje en om 3 uur tijd voor de thee. En 's avonds wachtte olifant op het sein van 7 uur, voordat hij de eerste hap nam. Zo deed hij alles precies op tijd. Dag in, dag uit. Dat bracht rust en orde in zijn leven en Olifant was gelukkig. Maar zijn geluk duurde niet zo lang, want al spoedig ontdekte hij hoe snel die tijd eigenlijk ging. Zat hij 's avonds lekker te lezen, riep het vogeltje 12 keer. Wat? Dacht Olifant. Alweer een dag voorbij? Kijk, daar staat de tijdmachine bovenop de kast. Olifant gaat als het 7 uur is, gaat hij eten. En als de tijdmachine 12 keer koekoek zegt, dan is het tijd om te gaan slapen. Dan is er een dag voorbij. Maar Olifant denkt, dat gaat snel. En als hij in zijn bed lag, ging het tikken onverstoorbaar door. 59, 60, telde Olifant. Weer een minuut voorbij. Zo word ik alsmaar ouder en ouder. Dat gaat me echt veel te vlug. En als hij dan eindelijk in slaap viel, droomde hij van een enge vogel die telkens koek, koek riep. Kijk, je ziet hem in bed liggen aan tellen 58, 59, 60. En als hij dan droomt, dan ziet hij de vogel en die roept koek, koek. Nou, hij vindt het niet zo fijn. De tijdmachine beviel me helemaal niet meer. Hij zette hem in de kast, zodat hij het getik niet meer zou horen. Maar dat hielp niet veel. Het was alsof het nog harder tikte. Tik, tak, tik, tak. En de tijd ging maar voort. Zo kan ik echt niet langer leven, dacht Olifant. Zonder die tijdmachine was ik veel gelukkiger. Ik had tijd in overvloed. Kijk, hij stopt de tijdmachine in de kast. Dan is die weg.
Dan kan hij niks meer doen. Geen tiktak meer, maar al hoorde de tiktak nog wel. Weg met dat ding. En hij smeet de tijdmachine de deur uit. Ver weg, in het gras. Maar de machine tikte gewoon rustig door. Tik, tak, tik, tak. Seconde na seconde. Woedend stampte olifant de tijdmachine in elkaar. Veertjes en radertjes vlogen in het rond. Nog één keer riep het vogeltje koek koek en toen was het stil. Opgelucht haalde olifant adem. Ziezo, nu kon hij weer rustig verder leven. Voor altijd. Kijk, olifant maakt de tijdmachine kapot. En dan kan hij geen tik-tak meer zeggen en geen koekoek. Maar of dat helpt met de tijd? Krokodil, die het lawaai hoorde, kwam ongerust aanrennen. Daar was iets niet in orde met olifant. Wat heb je gedaan? Vroeg hij onthutst. Ik heb de tijd stilgezet, zei olifant. Het was een mooi cadeau, maar het leven ging me veel te snel. Steeds was ik weer een dagje ouder. Kijk, daar zie je dat het krokodil heel snel aankomt rennen. Die hoort wat en denkt, wat is er aan de hand? En olifant vertelt dat hij de tijd heeft stilgezet. Is dat zo? Maar goeie vriend, de tijd kun je niet stoppen. De tijd gaat altijd door, zei krokodil rustig. Kijk daar maar eens. En hij wees naar de horizon. Olifant keek en zag de zon die net onderging. De ondergaande zon, dat is iedere dag zo, zei olifant. Juist, zei krokodil, dat betekent dat er weer een dag voorbij is. We zijn allemaal weer een dagje ouder. Ja, want als de zon is ondergegaan, dan wordt het avond en nacht. En dan is er een dag voorbij en zijn wij weer een dagje ouder. Nu snap ik het, riep olifant. Iedereen wordt dus ouder, want als je niet ouder werd, zou je altijd een kind blijven. Precies, zei olifant. Ouder en wijzer. En als je heel, heel oud bent, dan ga je dood. Zie je dat? Weten jullie nou wat die tijdmachine was? Tijdmachine was een, ja goed zo, een klok. Hij heeft een klok gekregen. Ja, je kan de klok stoppen, maar de tijd gaat door. Doeg, tot de volgende keer!